Wat is uw reactie op de uitslag? Bent u teleurgesteld? Bent u tevreden? Ik ben eerst en vooral tevreden over het aantal stemmen dat wij gaan halen. Want we hebben nog 9 bureaus te gaan. Maar we komen over het absolute aantal heen dat we in 2013 hadden. Dus meer stemmers op onze partij. Dat stemt mij heel erg tevreden. Je hebt alleen te maken met de kiesdrempel die een stuk hoger ligt dan in 2013. In plaats van 860 volgens mij zitten we nu zo rond de 1160 per zetel. Ja, dat betekent dat je daar eentje minder hebt in plaats van 3-2. He, dus aan de ene kant blijdschap dat er meer mensen op ons stemmen. Alleen de rekensommetjes vallen er anders uit. En dat vind ik wel jammer dat we dan naar 2 terug gaan. Ja, dat kan je me voorstellen. Want uiteindelijk bij de stemmingen telt het aantal zetels wat je voor of tegen kan stemmen. Nog een keer, sorry. Bij de stemmingen, bij de uiteindelijke beslissingen, telt het aantal zetels en niet het aantal stemmen dat je gehaald hebt in de verkiezingen. En dat heeft dan inderdaad weer te maken met de kiesdrempel. Ja, dat klopt. Het gaat uiteindelijk dus om hoeveel mensen zijn er komen stemmen in Alphen aan de Rijn van de ruim 80.000 stemgerechtigden. En je hebt dan het aantal stemmers gedeeld door 39 zetels. Nou, zo kom je aan die kiesdrempel en dat mag je loslaten op je aantal stemmen. Nou, en dan kom je dus uit op wat ik net zei. Dat is voor ons dan 2 zetels. Komt daarmee uw positie in de coalitie in gevaar? Ik denk het wel, want als je kijkt naar de 4 partijen die nu vanavond anderszins op het scherm staan, dan heb je Nieuw Elan, CDA, VVD en GroenLinks. Die komen denk ik zo uit, even voor nu, hè, op 526 zetels totaal van de 39. Ja, dan heb je een prachtige coalitieaantal. En in die zin val je daar dan buiten. Dat betekent dat u dan hoogstwaarschijnlijk geen wethouder meer zal zijn van financiën. Wat betekent dat voor u persoonlijk? Voor ons als partij persoonlijk is het jammer, dan ga je natuurlijk in een oppositierol zitten. En wij hebben van tevoren ook gezegd, hè, we willen graag actief zijn in de lokale gemeenschap. Dus daar gaan we natuurlijk voor 100% voor. Je gaat graag regeren, maar je gaat ook graag gewoon met je inwoners en je ondernemers en je verenigingen aan de gang binnen dat gemeentebestuur. En dan zullen er keuzes gemaakt moeten worden vanuit die andere partijen wie er op welke plekken komen te zitten. Maar zo werkt het ook. Hè, dat hebben we natuurlijk, elke keer maken we dat mee. En in deze moet je denk ik ook feliciteren, vooral Nieuw Elan, die volgens mij voor de eerste keer in de geschiedenis, zo lang bestaat deze gemeente nog niet, maar rond die 10, 11 zetels gaat zitten totaal. Dat is natuurlijk een mega aantal en dat is een felicitatie waard. En dat betekent voor u persoonlijk dat u in de gemeenteraad zal gaan zitten en dat u een andere baan moet zoeken? Dat klopt, maar we moeten nog afwachten of er een aantal voorkeurstemmen is op personen, want dat weten we nog niet. Normaal gesproken zou je in de gemeenteraad terechtkomen als je lijsttrekker bent en 2 zetels hebt. En dat betekent dat je een andere baan moet gaan zoeken, dat weten we. De vorige keer zat ik ook in die positie trouwens, hè, in 2013, toen we niet aan de onderhandelingstafel aanschoven. Dat is later, omdat de SP terugtrad, wel weer gebeurd. Je weet dat dat erbij hoort en aan die vooravond staan we volgens mij wel.